Yo mensen, welkom bij een nieuwe Project Mother Earth video. Jongens, vandaag geen survival. Dat komt omdat de quest die ik aan het doen ben, die is nog niet verder gebouwd. Daar zijn ze nog niet aan toegekomen. Is veel werk, dus ik kon vandaag even wat anders doen. Toen zei Leon van, weet je, je kan het nieuwe event wel even laten zien. Want dit event heeft Leon gebouwd. Dus dat ga ik vandaag voor jullie doen, jongens. Een nieuw event, dus naast de Siege komt dit ook. En het heet The Crossing. Het is heel vet, jongens. Ik ga het laten zien. Ik zal eerst even laten zien waar we zijn. We zitten hier in de grens tussen, hier zit Gondor en hier zit Rohan. En we zitten hier in de Gondor Woodlands en hier de Rohan Woodlands. Dus het is echt de grens tussen Rohan en Gondor. Oftewel, het is een heel belangrijk punt. Nou, laten we aan de voorkant beginnen. Hier is het eerste stuk. Er zijn, net zoals bij de Siege, heb je dan drie gates. Hier heb je drie vlaggen. Hier komt natuurlijk ook een gate, maar je moet vlaggen capture. Dus hier heb je nummer 1 vlag. Dan heb je hier een stukje brug. Hier staat nummer 2 van de vlag. En hier heb je een klein fortje waar je jezelf even kan settelen. Even wat gear kan fixen en zo. En dan heb jij hier aan het einde heb je vlag nummer 3. Dus dit is gewoon een brug. Echt serieus de grens tussen Rohan en Gondor. Dus nogmaals, dit wil je echt heel graag hebben, dit stukje. Dus ik ga even helemaal hierheen. En hoe het dus werkt, je spant, of de attackers, die spannen hier ergens boven. En die moeten dus proberen om het eerste punt te capturen, het tweede punt te capturen. En als ze het derde punt ook hebben gecaptured, dus echt zeg maar de hele brug, dan is de brug van hun. En dan hebben hun dus de grens tussen Rohan en Gondor, wat heel erg gunstig is. Want stel dat Mordor dit overneemt, dan kan ik niet meer naar Rohan toe bijvoorbeeld. Dat kan dan niet meer, want de grens is dan van Mordor. Dus dat wordt heel lastig. Dus jongens, dit wordt heel vet. Het ziet er heel vet uit. Ik vind het heel vet gebouwd door Leon. Het is gewoon echt een dikke brug. Hier een fort in het midden, waar ik, zoals ik al zei, het ziet er heel vet uit aan de binnenkant. Jongens, zou ik het even laten zien. Hier staat nu nog een Mordor vlag. Dat komt omdat ik hier ook al een keer in mijn quest ben geweest. Of met mijn quest in de storyline. Jullie kennen deze brug vast nog wel. Die was echt verschrikkelijk om overheen te komen. Maar hier zit een tafeltje en zo. Dus als je dit punt hebt, dan kun je zeg maar even uitrusten. Dus als de attackers dit punt hebben, kunnen ze even uitrusten hier. En dan kunnen ze gewoon weer verder gaan. Moet wel binnen 15 minuten gebeuren dat ze de hele brug hebben. Want als de attackers binnen 15 minuten niet de hele brug hebben gecaptured, dan winnen de defenders. Je mag units meenemen. Dus de defenders en de attackers mogen dan bijvoorbeeld, als ik Gondor als defend, mag ik gewoon Gondor units huren. Dus de White Wings ga ik dan sowieso hier inzetten. En als Mordor dan aanvalt, dan mogen hun natuurlijk ook de Uruk-hais en whatever allemaal bij Mordor hoort. De Black Uruks, I don't know. Die kunnen ze dan gewoon meenemen. Dus je mag units gebruiken. Nogmaals, dus de attackers spawnen hier ergens. Hier staan de defenders dan. Dit is hun eerste spawnpunt. En dan kunnen ze hier naar boven de toren opklimmen. There we go. Kom je hierboven te staan, dan kun je vanaf hier kun je naar beneden snipen. Dus je moet gewoon de attackers zo lang mogelijk van de brug afhouden. Waarschijnlijk ga je het eerste punt sowieso verliezen. Want ja, je kan hier niet echt goed bij. Dus waarschijnlijk verlies je het eerste punt heel snel. Dan moeten de defenders dus terugtrekken naar het tweede punt, het fort. En vanaf het fort, jongens, is het wel makkelijk. Of nou ja, makkelijk. Makkelijker defenden. Kijk, vanaf hier kun je dan dik chill schieten. Je kan vanaf hier dik chill schieten. Vanaf hier zelfs nog. Kun je een beetje op de brug mikken zo. Zo pam pam pam. Dus dikke arrows gaan die allemaal vliegen. En de defenders moeten dan dus proberen om dit punt te capturen. Als dit punt is gecaptured door de attackers, dan hebben de defenders alleen nog maar één stukje. En dat is hier. Dus dan moeten hun hier gaan staan. Of hierop en hierbovenop. En dan moeten ze hier proberen om de attackers weg te houden. Natuurlijk kun je er ook afspringen en gewoon met zwaard attacken. Maar natuurlijk is het altijd handig om te gaan schieten. Weet je, ik weet niet hoeveel. Met kruisbogen doet heel veel damage. Dus jongens, dit is het event, The Crossing, die gaan wij binnenkort uittesten. Tim moet hier nog even een plugin voor schrijven. Hij moet dus nog even wat aanpassen aan de Siege plugin en dan kan hij hier ook op worden gebruikt. Dus dat wordt heel vet, jongens. The Crossing, gemaakt door Leon. Ik vind hem heel vet. Ik laat nu ook wel even een toffe cinematic in beeld komen van hoe de hele brug eruit ziet. Ik vind hem heel tof en ik denk dat dit ook wel vet gaat worden. Dus we hebben nu de Siege en we hebben nu dus, dit wordt een soort Capture the Flag met 3 punten. En als je dit dan wint, zeg maar de attackers winnen, dan heb je gewoon de grens tussen Gondor, of Gondor, wauw, hoor mij nou. Tussen Gondor en Rohan. Dus jongens, dat wordt heel tof. Ik hoop niet dat Mordor dit over gaat nemen. Waarschijnlijk wordt Gondor dus ook, of Rohan, de eerste die dit gaan verdedigen. Maar dat gaan we dus zien bij de eerste, nou dat kan ik nu niet Siege zeggen. Dus bij de eerste Capture the Flag eigenlijk, The Crossing moet ik het gewoon noemen. En dat ga ik dan livestreamen. Ik ga binnenkort weer livestreamen trouwens, jongens. Ik ga weer een Siege doen, want er komen ook nieuwe Siege maps. En er komen nog heel veel vette dingen aan, jongens. Maar dit was dus even een snelle showcase video van het nieuwe event. Aangezien ik niet verder kom met de quest. Morgen, jongens, komt er ook geen survival. Ik zeg het maar alvast. Maar morgen komt er wel een Project Mother Earth video. Waar ik jullie bij nodig heb. Dus jongens, ik heb jullie nodig. Dat zeg ik alvast. De rest zie je morgen wel om 6 uur natuurlijk. Jongens, ik hoop dat jullie dit event vet
vet vinden. Laat in de reacties weten wat jullie hiervan vinden. Dus nogmaals, capture the flag, 3 punten. Je moet de hele brug bezetten. En dan heb jij gewoon de grens tussen Rohan en Gondor geclaimd. Jongens, laat weten in de reacties. Als je deze video leuk vond en het event tof vindt. Ik zou zeggen, druk het op blauw duimpje omhoog. Zou heel chill zijn, jongens. In ieder geval, bedankt voor het kijken. Morgen zie ik jullie dus weer om 6 uur. Jullie zien wel wat voor video dat wordt. In ieder geval, jongens, bedankt voor het kijken nogmaals. En het enige wat ik nog ga zeggen is, later.